En dan, dames en heren, er staat een gast in de gang. Het is misschien wel onze grootste komiek. Hij is al meer dan 50 jaar grappig en dat leverde hem al een standbeeld op. Twee lintjes, een André van Duin rondvaartboot, een André van Duin tulp, een André van Duin boulevard en een André van Duin duin. Rara, wie is het? Mag ik een daverend applaus voor André van Duin! Hoi, welkom. Dankjewel. Oh, wat leuk dat je er bent. Ja, fantastisch. Ja, ik werd uitgenodigd, ik werd gebeld en ik zag licht branden. Ik denk, kom maar langs. Ik vind het een eer. Het is grappig, want wij zitten, dat weten de mensen inmiddels ook. We zitten hier aan de André van Duin boulevard. Ja, grappig. Dat was het adres dat de mensen... Op het mediapark. Hoe werkt dat? Dan zit jij in een taxi vanavond en dan zeggen ze, waar gaat u heen? En zeggen, doe maar naar André van Duin boulevard. Die taxichauffeur zegt dan meestal zelf al, André van Duin boulevard zeker weer. Ja. Daar gaan we weer. En het leuke is dat André van Duin boulevard die sluit aan op het Joop van den Endeplein. Ja. En daar heb je weer het Tieneke Nooi plantsoen. Ja. Alles zijn allemaal bekende mensen hier. Je hebt ook een paar hele kleine steegjes. En ik zal de namen niet noemen, maar dus dat is een beetje triest. Ja, die zijn er ook. Ja. Maar wat geweldig. Waar ben je mee bezig? Nou, met van alles. Ik heb het hartstikke druk weer. Momenteel zijn we bezig met Holland Bakt het opnemen. Oh, dat is nu. Elke vrijdag en zaterdag. Komende vrijdag en zaterdag wordt het slecht weer. 16 graden, wordt heel koud. Leuk voor dus in dit. Ja, het is prettig voor de gebakjes, maar minder voor ons natuurlijk. Ja, ja. Maar we hebben ook vaak opgenomen met wel 35 graden. En dan zie je de gebakjes en het chocola zo van het... Van het keukenblokje aflopen, dus dat is een stukje minder. En veel wespen. Er zou een hele wespenplaag komen, die is gelukkig niet doorgegaan. Die had jij geregeld? Of wat? Nee. Oh. Kan je dat regelen? Ja. Nee, maar vorig jaar hebben we al echt miljoenen wespen, want we zijn natuurlijk erg aantrekkelijk voor wespen. En voor rondom staan er allemaal potjes honing ook nog, maar toch komen ze allemaal naar die tent. Wow. En het is het moeilijkste om die wespen van die taart af te houden, want die kan je niet wegslaan natuurlijk, want die zit op de taart. Hoe komen ze steeds weer op die taartjes? Want je bent met seizoen 1000 bezig. Op de verschillende taartjes. Ja, ik verzin ze niet. Dat doen Jannie en Robert natuurlijk. Hè. Ik ben slechts de presentator. Ja. Ik kijk ook met verbazing en met ontzag naar wat ze allemaal maken elke keer weer. En dat ze steeds weer wat kunnen verzinnen. Weer wat nieuws. Ik deed weer een tompoes. Dat vroeg me als af en toe ik zat te kijken. Gaat het wel eens zo mis dat jullie denken, we grijpen in, we gaan ze helpen of zo? Of... Nee, dat doen we juist niet, hè? Nee, dat doen we. Ja, wat is? Het is eigenlijk tegenstelling tot mijn programma. Is het fijn als er een keer een blooper? Ja, absoluut. Ja, wachten een beetje op de bloopers. Ja, dat maakt dan niet uit. Nou, ja, dat maakt niet uit. Het is natuurlijk gewoon de taart wordt gebakken en als die uit de oven komt en dan valt uit elkaar. Ja. Ik zeg altijd, mooie kan je niet hebben. Maar het is natuurlijk voor de bakker verschrikkelijk wat er gebeurt. Want die is daar de hele week mee bezig geweest. Want ze kunnen de hele week thuis repeteren. Ze hebben een aantal opdrachten. Die kunnen ze thuis proberen en nog eens proberen. En thuis gaat het altijd goed natuurlijk. Ja. En dan zal je zien. En dat is dus ook de tijdsdruk bij ons natuurlijk. Je hebt wel 1,5 uur of 2 uur of soms 2,5 uur. Spannend. En dan moet het wel klaar zijn, die taart. En dan in die tent toch met z'n allen. En, ja. Hey, jij bent, de buurvrouw is al zover en ik sta nog te glooien met die oven. Ja, waar ik me nog iets over afvroeg. Animal crackers, is dat nog iets? Zou je dat nog wel een keer willen doen? Want dat was mijn eerste kennis. Ja, dat zou ik best graag willen doen. Maar het probleem is dat het is moeilijk aan beeldmateriaal te komen. Je moet dus vroeger gingen we naar de dierentuin toe en dan filmden we naar al die dierentuinen, al die dieren. Meestal deden die niet veel. Meestal gingen we oppassen mee om een beetje actie te krijgen. Met dieren slapen veel, eten en slapen meer doen ze niet daar. Het steentjes gooien. Dat soort dingen. Maar tegenwoordig wordt het steeds moeilijk, want ook die dieren hebben allemaal beeldrechten. Staat ook als je een boekje koopt van de dieren, daar staat ook in. De foto's en zo mogen niet... De dieren hebben beeldrecht? Die hebben ook een... ja, zeker. Dus die hebben beeldrecht. Het zijn het eigendom van de dierentuin. En de dierentuin zegt, ja, maar dat mag je zomaar niet gebruiken. Daar moet je voor betalen, dit en dat. En bovendien zijn ze erg zuinig op hun dieren. Want ze willen niet dat ze belachelijk gemaakt worden. Nou, dat is met animal crackers een beetje moeilijk. Want ze worden altijd een beetje belachelijk gemaakt. Sorry, natuurlijk, op een leuke manier. Dat een aap zit, no pictures, please. Ja. Maar, dus dat is het probleem eigenlijk. Om een beetje beeldmateriaal weer te krijgen. Oké, nou, dan heb ik dat voor mezelf. Ik wilde even toch een beetje... Het is altijd stom om iemand die nog zo bruisend en flitsend en bezig is met zijn carrière, toch een beetje terug te blikken. Is een beetje flauw, maar ik hoop dat je... Nou ja, je bent, mag ik zeggen, 75. Ja, dankjewel. Er valt veel terug te blikken. Ja, toch? Ja, hallo. Ik moet zeggen, dat is ook wel leuk. Dat ontdek ik dan ook steeds. Ik was toevallig vanmiddag zat ik te lunchen bij de Jonge Haan in Hilversum. Ken je ook wel. Bekend restaurant op het terras. En daar hadden we binnen gegeten. En toen kwam ik naar buiten. Toen kwam de serveerster naar me toe. En met een briefje. En dat was zo schattig dat ik dacht, ik neem het mee. Ja. Want van een mevrouw, die schrijft, die zat op het terras. En die had geschreven, beste meneer Van Duin. Ik zit op het terras met mijn demente moeder. Die mij al zo'n 3 jaar niet meer herkent. U komt aanlopen en ze zegt,
Dan heb je André van Duin. Wauw. Dat is toch geweldig? Oh, wat lief. Ja, is lief, hè? Ik ga toch van die, want er zat geen adres op en ze waren al weg van het terras. Maar dat soort dus effect, deze, dat heb je dus, ja. Dat is mooi. Ja, mooi, applaus. Maar die, nou ja, maar dat geeft maar aan hoe indrukwekkend je carrière nog steeds is en is geweest. Nou ja. Dus ik laat een paar hoogtepunten of dieptepunten zien. Dingen die ik gedaan heb, of die vergeten ben. Kijk of jij het nog weet. Ja. Zullen we dat eens proberen? Ja, we hebben, ik moet erbij zeggen, één foto is nep. Oh. Dus laten we even kijken. We hebben hier een... daar is, ja, nou, we beginnen misschien simpel. Wat gebeurde hier? Waar was dit? Wat deed je? Geen idee. Nou, het was, je weet wel waar het was. Ja, in de tent waarschijnlijk, ja. Bij Heel Holland Bakt. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat we doen, daar weet ik niet. Nee, jullie waren de vernieuwde app van Heel Holland Bakt aan het kijken in 2019. Oh, oké. Okay. Ja, is er een app? Ja, er is een app. Ja, oké. Okay. en dan hebben we nog eentje. Laten we even kijken meteen. Weet je dit nog? Doe ik nou eens. We zetten je voor het blok, hè? Ja. Ik heb geen idee wie het zijn. Wie zijn die mensen? Ik ben Jan Wijdbeens en ik schop je in de war natuurlijk. Ja, dat is goed. Je bent Jan Wijdbeens. Is dat bij mensen thuis? Nee, niet bij mensen thuis. Is het in de studio? Of zijn die mensen? Het was in 2000. Dit was BZN. Dit waren Jan Keijzer en Carola Smit. Ja. Maar ja, die hebben geen naam, die band. Ja. Dus dat vergeet je. Nou, ja. Je probeert Carola te wurgen hier. Ik weet niet wat ja. Nog eentje. Ja. Brink. Oh, dat is de nepper. Ja, oké. Okay. Ja, die call jij is nep? Oké, je ligt hier in bed met Ron, zie ik. Volgende. Kijk, deze nog? Ja. Nou, hoe ze heten weet ik niet meer, maar ik weet wel dat het is... dat is waarschijnlijk in deze studio opgenomen, want dit is de oude 3-4. Ja, de oude 3-4 of 2. Is dit 4? Ja. Dan hebben we dat waarschijnlijk hier op deze plek. Wacht even, die opgenomen. Apen met jou, dat was gewoon op deze plek? Ja, dat zou best kunnen, ja. Want we hebben hier veel... dit is de André's Comedy Parade of zoiets, weet ik veel. Wow. En dan speelde ik daar... Maar nu kan ik hier nooit meer spelen. Dit is heilige grond. dit waren Tonto en Bensy. Natuurlijk, Tonto en Bensy. Ja, toch? En ik denk dat ze het nou niet meer zo mogen, want ze hebben beeldrecht. Heb ik net gehoord. Dus, nou, het zou sowieso niet meer mogen. Denk nee, met denk apen. Ik nee. Animal handlers. Oké, nog eentje. Ja, weet je nog wat dit is? Ja, dat is de opening bij Stage. Ik zie het aan de achtergrond. Daar staan allemaal cartoontjes gemaakt van alle medewerkers. Ja, toch jammer, want dit was op mijn boekpresentatie in 2008. Ach, natuurlijk. Nou, je zegt ja, je boekpresentatie. Oh ja. Ja hoor. Hoe is dat af? Ja. Nou, kan ik dat vergeten? Sorry. Jij was toen zo lief om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ja, lief van mij. Ja. Oké, nou, dan kunnen we nog de laatste onthullen. Inderdaad, je had hem al gecallt. Deze, je hebt gezegd dat hij nep was. Ja. Het was inderdaad Corrie van Farp en niet Ron Brandsen. Nou, wat geweldig gedaan, André, toch? Ja, goede kennis. En jij kwam hier binnen en zei, ik zie altijd gasten hier aan de desk zitten, die hebben ik te verkopen, maar ik heb niks te verkopen. Ja, en ik heb niks te verkopen, dan maken we het met een boekje of met een nieuw programma wat ze gaan doen. Ja. Dus ik had niks te verkopen, maar ik dacht, nou, ik heb wel, die is een tijdje uit. Ja, ik heb toch hem iets gegeven. Te verkopen, maar voor het nou, niet doel. Ja, ook te verkopen, een puzzel. Nou, wat dat leuk. Dat is weer van anders, een legpuzzel. Ja. En daar staan al mijn typetjes die ik allemaal gespeeld heb in de afgelopen 75 jaar. Zelfs de Damspreker staat erop. Dus het is hartstikke actueel. Maar ook de Dik van Mekaar en meneer en mevrouw De Bok en Jan Wijdbeen, zo weet ik zo allemaal. Het zijn 1000 stukjes. En de opbrengst gaat naar het KWF. Dus dat is gewoon een heel goed doel. Heel goed. Mag ik hem hebben? Jij mag hem zeker hebben. En er zijn er nu al, om te laten zien dat hij heel veel... Kijk, 1000 stukjes. Ja. Er zijn er nu al 150.000 van verkocht. Dus er lopen ze een trein. Dus ik ben ontzettend trots. Nou, niet alleen voor mezelf, maar voor wordt bij mij thuis de hele kerst gespeeld. Dus ik neem hem mee. Ja, ik koop er nog eentje voor het KWS. Ja. Dankjewel. André, volgend jaar kunnen wij weer kijken naar Heel Holland Bakt. Dus vanaf oktober de grote kleine... Ja, ik geloof van rond de kerst of zo begint dat weer Holland Bakt. En we krijgen eerst nog de treinen show. Oh, ik heb wel wat te verkopen. Ja, ik merk het, ja. Dit knippen er allemaal uit. Bootjes net gehad. En het gaat volgend jaar gewoon alweer door natuurlijk. Ja, nou, er zijn nog heel veel plannen, want Jan Slachter heeft altijd... Als ik hem tegenkom, zegt hij, ik heb een heel goed idee. ik heb zoveel dingen. Hè. Ik heb hier tussen ook een nieuwe relatie en zo, dus ik ga ook veel tijd in zitten. Ja. Dus ik moet het een beetje verdelen. Maar dat mag Jan Slachter niet vercommercialiseren. Nee, we gaan. We zijn heel blij dat je nog niet klaar bent met alles. We blijven genieten van alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Dankjewel, André van Duin. Dames en heren. En jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Hallo mensen, ik moet jullie iets vertellen en ik ben namelijk ergens achtergekomen. We doen namelijk na de avondshow ook altijd nog voor de lol samen met de gast even een spelletje. Gewoon onder elkaar en nu blijkt
dat het steeds gefilmd is en dat dat allemaal gelekt is naar NPO Start. Raar, toch? Nou, wil je weten waar ik het over heb? Kijk dan zelf maar even op NPO Start.